Welkom bij deze nieuwe aflevering. Dit is mijn eerste filmpje die ik maak en ik hoop dat het in smaak gaat vallen. Ik ben Sjoerd van Game Guys, nieuw kanaal. Er staat er twee mensen, een Nederlands gamekanaal en ik denk, ja, ik wil een gamekanaal gaan beginnen in het Engels. Maar dan hoor je gelijk dat wij niet Engels zijn, dan is zo'n leuk lomboeren Nederlands-achtige accent er doorheen. Dus dat werd niet. Dus ja, we hebben gewoon besloten om maar het Nederlands te doen. Nou, het is heel simpel. Ik ga nu Far Cry 3 spelen. En de bedoeling van deze spel is, ik zal het een beetje uitleggen. Dit is een eiland. Ja, het is voor de mensen die nieuw zijn. Dit zijn dorpjes die je over kan nemen. Dit zijn zendmasten. Simpel verhaal, je klimt op de zendmast. Die bijvoorbeeld hier staat. En het gebied eromheen, een vierkant gebied, dat wordt zeg maar zichtbaar. Dan kun je zeg maar zien waar alles zit en waar, ja, welke dieren waar zitten en waar de wegen zitten en zo. Best wel handig. Dus dat is vandaag even de bedoeling. En vandaag gaan we deze even pakken. Totaal nieuw terrein. Die vlaggen zijn zeg maar kamp van die piraten. Want het zijn echt piraten die het eiland een beetje onveilig maken, zoals hier. Rood aangegeven op de map. Hoe roder, hoe erger. Dus ja, deze is terror en deze is iets minder terror. Ja, best wel simpel. Nou, let's drive. Oké, pak even een gekke bak. Het is allemaal gratis. Je hebt geen startsleutels voor nodig. Je hoeft ook nooit te tanken. Het is echt een ideaal leven. Dus ja, lekker. Lekker Hollands. Lekker goedkoop. Zo. We gaan even op. Even op zoek naar een paar mensen die we kunnen vermoeden. Nee, dat doe ik nooit natuurlijk. Voor dieren die per ongeluk kan. Nee, natuurlijk. Dat is zo ben ik niet. Ik raad gewoon netjes aan de rechterkant van de weg. Of linkerkant, ik weet niet waar het komt. Doe nooit een vlieg kwaad. Tenzij ze in de weg zitten en ze op mijn raam komen. Het is van eigen domme schuld, zeggen ze dan wel eens. Daar kan ik ook niet weinig aan doen. Weet je. Ik weet het, weet je, ik ben een persoon die zeg maar een steen zeg maar van helemaal bovenin de ravijn gooit. Zeg maar een ravijn gooit, zeg maar dat jij beneden dat ravijn loopt en dan dat je denkt van goh, waarom doet hij dat? Nou, ik deed het niet. Het was ook echt zwaartekracht die hem naar beneden gooide. Ik wou alleen de steen verplaatsen. Dus ja, het is heel simpel. Moordzaak op ons. Dus het was een steen. Ja, maar een steen in cel houden is ook een beetje nutteloos. Wacht even, wat is dit? Gaat een goede weg. Goeie kant op. Ik kijk echt om 2 seconden mijn map, want ik ben het. Woe! Ik ben dan de persoon die zeg maar gewoon ergens. Dit is niet op de weg. Ja, goed gedaan, Sjoerd. Ik ben de persoon die zeg maar om de 2 seconden vergeet waar hij heen moet. En Ja, gast, waar ga je dan ook staan, man? Het is gewoon een openbare weg. Kijk, die mevrouw loopt er tenminste mooi aan de kant van de weg. Sorry man, ik ben daar weer. Begraven ineens. Ah, maakt niet uit. In ieder geval, ik ga even kijken of het nu goed rijdt. Vast niet. Ik had anders kunnen rijden. Ik heb wel goed gereden. Ik heb goed gereden, joh. Dat is niet moeilijk. Ik ga gewoon rijden. Ik ben al uit. Oh, dat is een blauwe auto. Oh, deze stuk. Oh, helaas, ik heb een nieuwe auto nodig. Wat een toeval. En deze heeft ook een cool hula hoop meisje. Oh, die andere is ook blauw. Goeie, dat is ook mooi. Deze heeft iets cools. Waarschijnlijk had hij ook een hula hoop poppetje. Goeie, dit zag er gewoon leuk uit. Die brug vertraagt niet helemaal. Wacht even. Oké, weet je wat? We gaan wel op de voet verder. Want het is zeg maar een piratengebied die deels vindt. Laten we eens even zien. Hop, spring even. Je leengedel. Atletische lichaam. Ding. Nou ja, ik ben best wel sterk als je al deze dingen tegelijkertijd kan dragen. Mijn wapens. We gaan even heel cool doen. Ik heb hier een sniper en daar is een herten. Kijk, normaal zou ik zeggen. Bam! Maar dat doe ik niet. Ik ben een dierenliefhebber. Ik weet niet precies wanneer de dag van het dier is. Het zal ongetwijfeld een keer zijn, maar dit kreeg je nog van me te goed. Wacht, dat niet. Hallo, krokodil. Krokodil is het. Oh, en een zwarte beer.
Okay, het moraal. Oh, en. Piraten. Het moraal van iemand neerschieten gaat er wel een beetje aan op deze manier. Dit is gewoon natuurlijk niet uitlop, natuurlijk. Ah, boeien. Ik ga het proberen zonder geweld. Oh, en een tijger, natuurlijk. En een beer, natuurlijk. Nog meer beesten? Nog olifanten, ergens? Nee? Top. Laten we iets lichts nemen. Sven, beter. Oké, okay, ik zit met mijn harsjes tegen de bodem. Top. Ik had net zo goed op kunnen lopen. Nou. Ja, kijk nou. Kijk, alles is gratis. Het is echt een wereld voor Hollanders. Het is echt handig. Dus gras, kunnen koeien oplopen. En van die melk kun je weer kaas maken. En wacht, dit zijn de vervangers voor tulpen. Ze zien er gewoon leuk uit. Weet je wel, kun je er heel veel van maken. En dan komen ze Japanners en fotograferen het. En ja, dan kun je geld voor vragen. Zo werkt het. Het is gewoon gratis. Het kost geen benzine. Ideale wereld. Behalve die tempels, die moeten wel even gerestaureerd worden. Het ziet er wat verwaarloosd uit. Kijk, alles is feitelijk hetzelfde in Nederland. Kijk nou, dit is gewoon een... ik veel witte bloem, witte tulp, zo. Maar dan is groter, ziet er iets anders uit. Maar met een beetje fantasie kom je er. En zoals je hier hoort, heb je een zwarte beer. Die heb je ook gewoon in Nederland. Ja, nou, niet in het wild. En piraten. Is wat jammer. Nee, zwarte beer of piraten. Dan kies je toch de piraten. Oh, en een tijger natuurlijk. Hey, dit gebied is wel riskant. Maar ik moet daar ergens heen. Daar staat een radiotoren. Oh, nog meer piraten. Het is echt, echt gezellig, joh. Mensen komen echt in het natuurgebied om te lopen. Oh, nee. Kijk, dat witte balkje dat je net zag. Als die helemaal vol is, dan ben je gezien. En dan beginnen ze op je te schieten. Ja, best wel normaal eigenlijk. Dat zou ik ook gewoon doen. Weet je, hoe je loopt iemand. Ik weet niet wie het is. Wacht, hoor ik nou iets? Zit hier even lef? Zo laag vliegen zonder de berg te raken. Maar goed. Zoals je ziet. Oké. Dit kon ik echt niet laten, sorry. Dit was de... Niemand heeft het gezien, ik heb het niet gedaan. Het is ook niet waar. Wie, waar, wat, welk lijk. Welke piraten, welk wapen. Dit is moeilijk te verbergen. Dat is gewoon een... Oké, ik heb wel een woordwapen in hand. Maar iedereen had het gedaan kunnen hebben. Toch? Precies. Moordzaak opgelost. Het was niemand. Of het had iedereen kunnen zijn. Ik ben echt een prima rechter. Twijfel niet aan mijn rechtspraak. Hoe zeg je dat? Aan mijn... whatever. Jij begrijpt het wel. Oké. Daar is een mooie radiator. Die ga ik even overnemen. De kans dat er hier een piraat loopt is pittig groot. Want ik zag er net ook gewoon twee uit het niks komen. Dus ik ben voorbereid. Is dat... Oké, ik doe het niet. Hier, kijk nou. Hier. Ooit een squad willen hebben? Bam. Gratis. Zonder benzine. Je kan hem zelf repareren als je wil. Met één gereedschap ding. Is handig. Hier, kijk. Kan gewoon. En dat beest is zeldzaam. Als hij nog leeft. Ik weet niet of hij leeft. Dus ik maak hem dood. Dat is de moraal van het verhaal, kinderen. Zie iets zeldzaams, maak het dood. Omdat je het vervolgens toch niet kan meenemen. Faal. Oké. En als je zo'n zulke toren ziet, en verroest en verlaten, beklimmen. Dat heeft nog nooit iemand gedaan, omdat zo verroest en verlaten is natuurlijk. Hartstikke slim. Je moet gewoon je kansen nemen in het leven. Dus even zien. Oh, kijk nou. Ja, ik was wel... dit is toch veel leuker dan gym vroeger. Ja. Het is wel... wel iets riskanter, maar wel grappig. Kijk nou, dit werkt gewoon. Die trappen, die dingen moeten ze vaker gebruiken hier. Waarom zo'n nutteloze ladder hier om de meter? Nou, het maakt mij niet zoveel. Ja, het maakt me wel uit, want ik moet me klimmen. Hup, klim. Klim, vriend. Klim. Even zien. Oh, kijk. Nou, kijk, dat bedoel ik dus.
dat is wat er gebeurt als je ze alle twee tegelijkertijd tegenkomt. Maar dan sta jij zeg maar in het midden en is die beer die, ja, nou, je ziet het wel. Dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. Spring. Yolo. Yes. Oké. Hier deze totaal niet riskant verroeste plank. En nog een keer. Op een totaal niet riskante verroeste plank. En omhoog klimmen, wat ook totaal niet riskant is. Het kan gewoon veiligheidsvoorschriften. En kijk. Hey, dit is het leukste gedeelte, vind ik. Ja, gewoon lekker klimmen. Zonder enig gevaar of zo. Voor eigen leven. Oh ja, nou. Oké, een beetje wel. Oké. Okay. Kijk nou eens even. Wacht even. Red poker chip. En 30 euro. Dat is mooi. Nou, even dit ding inbeuken. Hotse flats. Hier even technicians bijden. Dit ding. Ja, dit moet het zijn. Doet je shark? Ja, hij doet het. Ik heb een ingestort huis gekregen. En een midden ingestort huis met een boot die niet aan zee ligt. En een huis met een auto die niet meer werkt. Nou, het zijn wel drie huizen. Kan niet klagen. Het is een succesvol avontuur dit. Het is wel een succesje. Succesnummertje eigenlijk. Ja. Verlaten toilethuis ding 1. Ergens staat hier nog een cool huis. Nou, natuurlijk. Ik heb maar één optie. Er is maar één lift ding naar beneden. Of noem je zo een zipline. Ik ga hier wel heen ofzo. Oh, oeh, dit is hoog. Dit zegt heel hoog. Oké, nee, ik doe het niet. Ja. Ik pleeg aan zelfmoord dit keer. Mooie herten. Ik moet deze episode hier eindigen, want ja, het is niet zo heel erg spannend geweest. Woe. Kijk deze veiligheidsvoorschriften. In ieder geval, het wordt al een nacht, de zon gaat onder, die niet te zien is op het moment, maar kijk, zon onder, ga een roze luchtding. De dag is over, ik spreek jullie, ik zie jullie later. Like als je dit leuk vindt, en mocht je het niet leuk vinden, dan moet je op het groene duimpje klikken. Nee, doe me gewoon, boeien, weet je, maakt ook niet uit welke kleur, hè? Doe iets leuks met comments. Zeg wat je ervan vindt. En weet ik veel. Wat zijn je hobby's of zo? Dat is ook altijd een leuke vraag. Oh, wacht. Wat is jouw politieke voorkeur en waarom? Ik leef ook altijd leuke reacties op. Ik krijg veel reacties door. Echt. Dat is echt een hint voor andere YouTubers als je te weinig comments hebt. Dat heb je nooit gehoord. Ik bedoel, doe het. In ieder geval. Like, comment, subscribe, dinges. Check onze channel als je dat leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, doe het ook. Kijk al onze video's. En als je het gewoon ook niet leuk vond, check gewoon ook al onze video's. Misschien zit er eentje bij die je wel leuk vindt. En ik spreek jullie misschien de volgende keer. Ik hoop dat deze raak is. Nee. Maar even wel gezien. Oké, als ik deze raak, hè, krijg ik 100 euro van je. Oké, dat wordt het niet. Nou, in ieder geval, tot de volgende keer. Ik spreek jullie later.